We staan hier bij het project Buitengewoon Zorgzaam. En Buitengewoon Zorgzaam is een uniek en een grote samenwerking binnen Vathorst van verschillende partijen. Daarbij is betrokken onder andere de Gereformeerde Kerk die hier achter ons gaat verschijnen. Kinderdagverblijf Bijzonder, Accolade en Sprang. En Alliantie gaat hier straks het beheer over doen. Nou, het wordt enorm groot en ik was natuurlijk al een tijd nieuwsgierig wat hier precies ging komen. Wij gaan het vanmiddag kijken of we daar in ieder geval voor een gedeelte achter kunnen komen. Vorig jaar, een jaar geleden, handtekeningen gezet. Nu hier staan, en ik begrijp net dat de bouwtijd met een half jaar ingekort is. Als het gaat om zorginstellingen, zoals we die hier ook vandaag hebben, dan zal misschien wel dagelijks de vraag zijn, kunnen we het nog geven aan de mensen? Ik ben Bas Geertsma en ik ben sectormanager binnen Stichting Sprank. En naast het feit dat ik sectormanager ben, ben ik ook projectleider van dit project. Ja. Interne projectleider. Ja. En jullie gaan hier met speciale inwoners wonen. Wat voor mensen zijn dat precies? Ja, er komen minimaal 25 cliënten van onze organisatie. En er zitten wel een aantal verschillen in. We hebben mensen met een lager niveau, dus ook lage indicatie, hebben iets minder zorg nodig. En we hebben ook een doelgroep die een hoger niveau heeft, waarbij een autistische spectrumstoornis aanwezig. Ja, zo noemen we dat. Ja. Verstandelijk beperkt. Verstandelijk beperkt. Ja. En gebruiken die ook een rolstoel? Hebben die speciale woonwensen dan? Er is een aantal wat een rolstoel gebruikt, maar het merendeel is gewoon mobiel. Goed, ik sta hier bij de predikant van de Gereformeerde Kerk. Hoe heet je? Mijn naam is Joost Smit. Oké. Okay. En jullie zijn hier aan het bouwen. Vertel eens wat over. Ja. Nou, je ziet hier dus achter mij zie je dus de bouwput met de eerste palen erin. Wij zijn een groot huis aan het bouwen waar allerlei partijen, allerlei mensen gewoon onder één dak met elkaar samen willen wonen. Een kinderdagverblijf, twee zorggroepen en een kerk. Dus vier partijen die elkaar ontmoeten onder het ene dak. Ja, heel bijzonder eigenlijk. Dus het project heet Buitengewoon Zorgzaam. En er zit veel zorg ook, hè? In het huis zelf zit veel zorg. Ja. Wat bijzonder is dat ook professionele zorg, er zijn ook mensen die dus echt die zorg nodig hebben, wordt daar geleverd. Maar straks zitten we daar natuurlijk als kerk ook met wel 800 mensen. En er zijn ook veel mensen bereid om daar vrijwillig ook in deel te nemen. Dus het is een mooie ontmoeting tussen de professionele kant van de zorg en een vrijwillige kant die ook van belangrijk is. Ja. Jullie worden ook een zorg ontnomen, want jullie hebben de hele tijd een beetje gezocht in de wijk waar jullie moesten kerk. Want je zat in de Laag, vertelde je. En hoe is dat eigenlijk gegaan in die 10 jaar? Ja, we hebben een zwervend bestaan geleid in Vathorst. We zijn in de Bron geweest, begonnen in het informatiecentrum. Daarna zijn we naar de Laag gegaan. Maar de Laag is een prima school, een goede gastheer of vrouw. En je hebt het enige nadeel is dat je geen eigen plek hebt. Dus zondagmiddag dan wordt alles weer opgeruimd en dan is de kerk weer verdwenen. Dus het is ook straks wel erg lekker dat we een eigen plek hebben om te zijn. Ja. Kunnen jullie dan ook meer gaan betekenen vanuit de kerkgemeenschap? Om meer dingen, activiteiten te kunnen doen die je eigenlijk ook door de week dan kan laten plaatsvinden dan alleen op die zondag? Ja, zeker. Je hebt dan ook je eigen huis, dus je kunt ook mensen daar uitnodigen. Nou, je ziet het is op een hele centrale locatie in de wijk. Nou, een voorbeeld, als wij daar straks een kopje koffie kunnen aanbieden of iets te eten, dan is dat ook een uitnodiging voor de wijk om daar gebruik van te maken. Of je wilt samen een film kijken, of je wilt samen een kunsttentoonstelling organiseren. Ja. Goed, dan kan het ook daar goed op die plek. Dus het is echt de bedoeling dat het ook een open huis wordt voor Vathorst zelf. Litos Bouw en Ontwikkeling, de Alliantie, de Accolade Zorggroep, Stichting Sprank, Kindercentrum Bijzonder en de Gereformeerde Kerk. En ik wil u namens de hele gemeente Amersfoort hartelijk danken voor dit prachtige initiatief. Ik kijk ook het komende jaar met smachtend hart naar de verwezenlijking en het openen van de deuren. Heel goed. En ik wens u het komende jaar met de bouw in ieder geval heel erg veel succes. Dank jullie wel.